of ik de Big Iets Brabants vind. De aanpak is Brabants. We doen veel samen en samenwerking zit in het DNA van de Brabander. Maar de rol die de Big speelt is eigenlijk van nationaal belang. En dus ook in de projecten draaien ook gewoon bedrijven mee uit het hele land. We krijgen van internationale klanten die op de Brabant Industries Campus te gast zijn of daar voor de eerste keer komen, of het nou uit Azië, Amerika, UK, uit Europa is, toch wel te horen dat wat er neergezet is, ook als gebouw en concept, redelijk uniek is. En dat is eigenlijk nog niemand het ergens anders op de wereld heeft gezien. Ja, de bom op BIC was sowieso al betrokken bij het hele concept van de campus. Productie, opleiden en innoveren onder één dak. Ons Duurzaam Energiefonds investeert samen met Engie in duurzame energievoorziening op de campus. Ons team Foreign Investment is bezig met buitenlandse leads. Ook onder de aandacht te brengen dat BIC ook een interessante vestigingslocatie is. En zelf ben ik vanuit innovatie betrokken. En op die campus kunnen we zowel bedrijven die er zitten als ook bedrijven daarbuiten gebruik maken van faciliteiten voor 3D-printen, het gebruik van robotica, het inzetten van software, het hele gebruik van virtual reality, data, dus artificial intelligence voor smart industry. Ons belang is dat wij de hele industrie, de hele maakindustrie op een hoger plan krijgen, waarmee onze regio concurrerend blijft. We zijn volop met de volgende cluster bezig. Wie gaat daar zitten? Welke innovatiefaciliteiten passen daar weer goed bij? Dat strak uitwerken is de volgende fase. En BIC is eigenlijk pas klaar als we echt kunnen aantonen dat het hele gebied van 200 hectare ontwikkeld is. En dat er ook duizenden mensen aan de slag zijn, nieuw talent aangetrokken wordt uit het buitenland die daar hun plek gaan vinden. En dat we echt die plek in de wereld gaan invullen die we ambiëren.